Deze beschouwing die gaat over de wereldrevolutie op een leuke manier. <laughs> Want ik heb er een kopje thee bij. Zou ik als ik jullie was ook maar doen. Het gaat ongeveer een uurtje duren. En ik denk dat er wel weer wat nieuwtjes voorbij zullen komen, waarvan jij denkt: oh, dat wist ik niet. Denk het wel. Voor de rest niks schokkends, want het gaat over de wereldrevolutie. Op een leuke manier. Hè? Nou, voordat ik daarin duik, even wat reclame voor mijn YouTube-kanaal. Ik heb nu 60 abonnees. En dat is hartstikke mooi. Want ik heb het niet over. Uh, ja, filmpjes met katten die rare dingen doen. Of uh, iets met een hond. Of uh, al die andere dingen waar mensen zo heel graag naar kijken. Het is alleen maar een beetje beschouwing en wat nieuws. En meer niet, hè? En dan toch 60 abonnees. Hè? Ja, ik vind het mooi, hè? Maar het mogen er wat meer zijn. Dat. Uh, mensen die veel naar mij luisteren, relatief, hè? die hebben dat in reacties al doorgegeven van, ah, dat is niet... Het eh. mogen wel wat meer mensen zijn. Dus ja, als je nog geen abonnee bent, word abonnee, dat ziet er altijd leuk uit. Hè? Als mensen dan op zo'n site komen en ze zien, oh, zoveel abonnees, nou, dan zal het wel leuk zijn. Dat is los van het feit of je naar iedere keer luistert. En dat je erop staat als abonnee. Dat is tof. Heel fijn is als je shared. Delen. Ik zelf doe dat ook. Ik heb een Facebook account. Ook. En als ik dan wat op YouTube zet. En ik ben klaar met uploaden. En alles wat erbij hoort. Dan, dan klik ik op uh, share. En dan share ik hem naar Facebook toe. Nou, als jullie dat ook doen. Wat heb je nog meer dan mogelijkheden? Sharen, abonneren. Oh ja, liken. Vind ik ook fijn. Staat ook goed, hè? En de laatste, last but not least, een reactie geven. Dat vind ik leuk. mag van alles zijn. Uh, gewoon uh, even gedag zeggen vind ik ook leuk. is ook iemand geweest die zei alleen maar hoi. En ik zeg erop terug van hoi, oh, hoi wat? En die persoon zei ja. Ik zie steeds maar geen reacties staan onder die filmpjes van jou, dus ik dacht wat is het hier stil? Ik zeg maar eens hoi, dacht ik, oh wat leuk. Ja, dat vind ik ook leuk. Maar de wereldrevolutie. Kijk, toen ik er in 2005 achter kwam dat die aanslagen van 11 september helemaal niet uh, veroorzaakt gedaan waren door Osama Bin Laden en zijn 25 uh, lotgenoten, maar dat er een hele forse, stevige organisatie achter zat die in het strikte geheim uh, geopereerd heeft. Toen, ja, toen was mijn droom voorbij. In die zin toen besefte ik dat ik al die tijd in een droom geleefd had. Ik keek bijvoorbeeld elke avond journaal. Ik vond dat erbij horen. Het acht uur journaal, dat keek je toch? En uh, s'avonds om elf uur, dan luisterde ik uh, voor het slapen gaan naar Met het Oog op Morgen. Een praatprogramma op Hilversum 1 of Hilversum 2. Elke dag. Oh ja, en ik keek ook uh, achter het nieuws. Hoe heet dat toch alweer? Uh, hoe noem je dat? Een actualiteitenprogramma. En dan had je dan, uh, het, uh, achter het nieuws, dat was van de VARA. En dan had je ook brandpunt, dat was van, het, van de KRO. En de NCRV, die had... Nou, die had ook zoiets... En dan keek ik toch minimaal twee van die actualiteitenprogramma's per week. Want ja, dat was voor je eigen. Nou, dat deed je voor jezelf, hè? Om jezelf. Uh, Zelf-educatie. Nou, toen ik in 2005 erachter kwam dat het officiële verhaal van 11 september. Niet. Kan niet kon kloppen. Toen was de eerste ja, beschuldigende vinger die ik dan uh, wees: dat was naar de media. Want dat ik als. Eh, ik was toen huisvader en ik had een baan, en ik had een hele drukke baan, 50, 60 uur in de week. En dan kom ik er dan via mijn kennisenkring, kom ik er uh, via via achter. Dan word je getipt van, nou je moet eens dus dit bekijken op internet. En dat is dat bekijken op internet. En dat ga je dan doen en dan kom je erachter. Dan denk ik, ja maar als je journalist bent, dan heb je de godganse dag, de godganse dag heb je de tijd. Het is je werk. Het is je werk om kritisch te zijn. Bijvoorbeeld op de website van de FBI, het federale onderzoeksbureau, een soort federale recherche in Amerika. Op die website, daar staat een, een wanted, van gezocht, van Osama Bin Laden, dat klopt. Maar dat je misdrijven wat er onder zijn hoofd staat. Daar staat 11 september niet bij. Daar stond 11 september niet bij. Want inmiddels is er samen Bin Laden doodgeschoten. Maar toen hij nog in leven was. Al die tijd stond hij op die website van de FBI. Joh, deze moeten we hebben, deze moeten we hebben. Maar dat was niet van 11 september. Dus ja, is de FBI dan achterlijk of? Uh, huh? Of is er meer aan de hand? Nou, dat laatste is dus het geval. Maar dit had een Nederlandse journalist kunnen weten. Well, je gaat dan toch een keer uh, naar die aanslagen van 11 september, of samen Bin Laden heeft het gedaan. Ja, dan ga je toch een keer een documentaire maken over het leven en het werk van de, de grootste terrorist ter wereld. Dan was je er toch achtergekomen dat hij in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw dat hij innig samenwerkte met de Amerikaanse overheid of samen bin laden. Ja, innige samenwerking tussen hem en de Amerikaanse overheid. Dus schrijf daar een pittig uh, verhaal over. Hoe Amerika te grazen werd genomen door een van hun eigen bondgenoten. Nooit, hè? Helemaal niks. Helemaal niks. pa, nada, niente. Ik denk nou, mooie boerderstad. En in 2010 werd ik de woning uitgezet. Ik had helemaal niks fout gedaan. Hè? Ik was uh, een, een huisvader, ik ging elke dag onder de douche, ik deed elke dag, uh, de... zorgde ik voor de afwas. Zes dagen in de week stond ik als eerste op en maakte ik ontbijt. Uh, ja, vier dagen in de week maakte ik het avondeten. Ik deed alle zwemlessen van het kind, ik heb het kind leren steppen, ik heb het kind leren fietsen. Ik... Zeg het maar, en dan word je het huis uitgetrapt. Want die vrouw die wilde Poen, het huis en het kind, alles voor zichzelf. En dan de familie zo van, oh ja, dat moet kunnen. Nou, ja, dat is heel moderne tijd. Anyway, ik werd de woning uitgetrapt. En toen kwam ik hier terecht, waar ik nu nog steeds woon. Zo'n leuk vletje, hoor. Ik ben je niet ontevreden. Maar daar uh, geen tv. Ik zou niet weten waarom. Stel ik je leugenaars. En dan ook zoiets dan. Nu bij online, dat is mijn internet service provider. Mijn ISP. Daar had ik dan een internetabonnement. Alleen maar internet. Zonder tv. En daar zat dan ook uh, bellen met vaste nummers, had ik hem ook. Nou, dat heb ik al gecanceld, dat uh, had ik niet echt nodig. En toen gingen ze moeilijk doen, van ja, maar alleen internet zonder tv, dat is geen product meer wat wij leveren. En uh, ja, het kan nog wel, maar dan moet u, uh, nou dan moet ik een of andere abonnementsvorm nemen. En die is dan 2 euro duurder voor het internet. Ah, nou, vind ik niet zo heel erg, maar. Maar tekenend dat internet zonder tv, dat is bij online niet gebruikelijk. Dan ben ik een vreemde eend in de bijt. Dat is alleen voor bedrijven die alleen maar internet willen. Maar particulieren, nee, niet, die hebben allemaal tv. Waarvoor? Om voorgelogen te worden? Ja, die wereldrevolutie, maar dan op een leuke manier. Hè? Maar, euh, ja, die komt er niet. Ik zou niet weten hoe, en ik zou niet weten door wie. Want toen ik erachter kwam in 2005 dat ze bij de TV aan het liegen zijn geweest. Toen dacht ik nog, van nou. Ik ga mensen vertellen dat er gelogen wordt. Nou, dat doe ik inmiddels nu 14 jaar. En. Ja, ik. Nou, moet ik zeggen, ik heb niemand kunnen overtuigen. Nou, misschien mijn tante Til, die dan zegt: van... Oh, jongen, echt waar, joh. Goh. Nou, die is me toch wat? Nou ja, die is 72. En die heeft wel een open geest. Die, die, ja, die, die kan die info wel verwerken. En die weet ook dat het konink, Koninklijk Huis hier in Nederland. Ja, daar weet zij de verhalen wel van hoor. En die snapt ook dat als je als Nederlands volk uh, zo'n familie accepteert als je eerste burger. De, de meest belangrijke, beste mensen. Want die zijn koninklijk. Ja, zij snapt ook wel dat, dat dat niet veel goeds inhoudt voor Nederlanden. En dan kan dat met zo'n, uh, ja, dat de, de media ook nog liegen. Maar ik kan er ook nog wel bij. En voor de rest, ja, ken ik mensen die weten ervan. Van die aanslagentoestand. En van de liegen van de pers. En die spreek ik dan op een feestje of whatever. En die zeggen: Joh, ik weet ervan. Ah, die hoef ik dus niet te overtuigen, want die weten het al. Maar de mensen die het niet weten. Ja, ik zou niet weten wie ik van die groep overtuigd heb. Eigenlijk heb ik in die groep van mensen die het dus niet wisten... en nog steeds, die, ja, die weten het nog steeds niet. Die hebben wel gehoord van mij dat dat officiële verhaal niet klopt. Maar... Ze denken, ach, dat Perry. En dan, zeggen, dan vragen die mensen aan je van... Ja, maar hoe kom je dan aan die informatie? Dan zeg ik, nou, dat kan je vinden op internet. En dan zeggen ze rustig, ja, dat kan jij vinden op internet. Alsof ik een ander internet heb dan Jan met de pet. Nou, dat zat op jouw internet zat of zo. Nou, op mijn internet niet hoor. Dat is helemaal niet waar. Er is maar één internet. En daar kan je het op vinden. En dan zijn die aanslagen van 11 september, dat is nog maar het begin. En pak je het verhaal erbij van de oorlog in Vietnam? Hetzelfde verhaal. Daar hebben wij geloofd in sprok sprokjes. Dat ging helemaal niet zo over... Uh, uh, het zuiden van Vietnam, wat zich wilde bevrijden van het communistische noorden van Vietnam. en dat Amerika kwam helpen. Nee, Amerika heeft begeleid. Dat het noorden van Vietnam. de communistische deel, dat dat het zuidelijk deel kon overnemen. Ja, dat hoor je goed. Want als je kijkt naar de wereldpolitiek. wat er gaande is. is dat de. Ja, de machthebbers van deze wereld. die hebben onderling ooit strijd gevoerd. En daar, zijn, of daar is dan de grootste van overgebleven. En die grootste partij. die heeft. Alle anderen die nog over waren, kleintjes dus, de kans geboden om zich aan te sluiten bij hem. En dan zouden ze in leven blijven. En zouden zij zich niet aansluiten, dan zouden ze vermoord worden. Ze konden kiezen. En toen heeft iedere leider heeft zich overgegeven. En het volk van Elke leider die zich overgegeven heeft, die is niet met zoveel woorden op de hoogte gebracht van die overgave. Sterker nog, het volk kreeg te horen dat alles nog steeds bij het oude was en ze waren zelfstandig en ja, niks om je druk over te maken. En dan heb je dus de. Ja, dan, dan moet het volk uh, langzaam. Uh, kennis maken met het feit dat de soevereiniteit. Ja, weggegeven is door hun eigen leider. Dat soevereiniteit. Uh, dat is ook helemaal niet erg. dat uh, soevereiniteit is slecht. Dat is wat ze nu doen. Hè? Nu krijg je te horen dat uh, gevoelens van nationalisme. en soevereiniteit, wat daarbij hoort. Dat zijn ouderwetse gevoelens en die moet je niet meer hebben. Want uh, dat wordt gelijk geschakeld met rechtsextremisme en dat wordt gelijk geschakeld met jodenvervolging en Adolf Hitler. Terwijl Adolf Hitler en de jodenvervolging, dat was van die partij die gewonnen heeft. Aan die zaten erachter. En neem iets als de Franse revolutie, hè. Met vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dus, uh, vrijheid, liberté en dan égalité. vergelijkheid gelijkheid en fraternité. Broederschap. Gelijkheid, dat dingetje. Dat is uh, communisme, hè? Communistisch dogma was dat. Dat is in gang gezet door de Jesuiten. Dat was helemaal geen volksbeweging. Dat werd aangestuurd vanuit geheime kanalen. En dat was bedoeld om de... Ja, de verschillende aristocratieën die er waren in Frankrijk... om die allemaal te toppelen. Ik moet even niezen. Denk ik. Ja, ik had gelijk. En toen die afzonderlijke graafjes en hertogen, of hoe heette dat maar, in Frankrijk allemaal gechopt waren op de guillotine, toen kwam Napoleon toch. En Napoleon was een van hun. Een van de club en iedereen moet denken van oh wat leuk. En kijk je naar het Frankrijk van nu? Wat is er van over man? Iedereen woont in Parijs. Het Franse platteland is, er uh, ja, zijn spooksteden. Ik weet nog dat ik in 2005 of zo. toen ging ik op vakantie met mijn kind en de moeder van mijn kind naar de Périgord. Dat is die streek in Frankrijk waar de rivier de Dordogne doorheen loopt. Die hebben een hoofdstad en die heet Perigueux. En we gingen een dagje naar Perigueux. Nou, het centrum van Perigueux is erg mooi. Het is een, een keurige stad met uh, pleinen en oude kerken. En daar kan je lekker eten. Er is helemaal niks mis mee. Een hele mooie ondergrondse parkeergarage. Goede bewegwijzering. Maar voordat je daar bent, dan rij je door de buitenwijken van Piriguë. En ik schaamde mij voor het uitzicht. Allemaal vervallen huizen. Verveloze deuren. Scheefhangende kozijnen. Het was armoede, man. Ja, dat is echt van Frankrijk terechtgekomen. En mijn dochter zat zo lekker achterin en ik hoopte maar dat ze niet... Uh, ja, ze was pas vijf en dat ze dat niet aan elkaar kon knopen wat hier aan de hand was. Ik ben lekker met papa en mama en uh, zo uh, dadelijk gaan we lekker eten. Ja, kortom, dat hele idee van mij van ik ga aan de grote klok hangen wat er wel niet aan de hand is en hoe we bestodemietd worden. Maar dat... daar zitten mensen niet op te wachten. Vreemd genoeg. Mensen vinden het wel best. En ze hebben in de gaten dat de economieën van de Europese landen, daar waren ja, zeg maar, de economieën van de netto betalers. Dus Engeland, Nederland, Duitsland, België, Frankrijk. Nou, die economieën die gaan Want dat weten we wel, maar het maakt ons niet uit. Tja. Ja, nou weet ik het ook niet meer. Ik zei het laatst nog tegen iemand die... Dat is iemand van mijn werk. De iemand die is dan... Ergens in de 30 schat ik aan. Schat ik zo. Hij heeft een kind die is net uit huis. Dus ja, misschien begin 40. Een stuk jonger dan ik. We hadden een beetje een kennismakingsgesprekje. En ik zei tegen hem: Van ik heb geen tv meer. En ik legde uit: van, uh, Waarom dan niet, hè? En ik vertelde aan dat die aanslagen van 11 september, dat dat niet of samen Bin Laden was. En hij zo van, hoezo niet? Die mensen die zijn toch uh, gearresteerd en veroordeeld? Er is helemaal niemand veroordeeld. Er is geen proces geweest, geen rechtbank. Het is niet. Dat denkt die man alleen maar. En dan zei ik ook tegen hem: van ja, er is helemaal geen proces geweest. En hij keek me zo aan. En je zag hem denken: van nou, dat kan jij wel zeggen, maar volgens mij wel. Ja. Nou, dan hebben we het over wat anders gehad. En ik zie die man nog wel eens hoor. Maar hij komt er niet op terug. Dus ja, een wereldrevolutie. Ja, ik zie hem niet gebeuren. In een, iets van een jaar geleden of een half jaar geleden. Toen liep ik op straat. Op een zaterdagmiddag, en toen werd ik aangesproken door een jonge man. En die deed iedereen die dat maar wilde een kopie in de handen, of een exemplaar in de handen, van de Volkskrant van zaterdag. En ik dacht: Ach kom, ik, ik wilde alleen. Voor een keertje, hè. En ik maak een praatje met hem. En ik vraag hem naar zijn mening over de identiteit van de daders. van die aanslagen van 11 september. Nou, hij wist in elk geval dat het niet Osama bin Laden was. Nou, dat is mooi. Die jongen was 23, denk ik. En ik zei tegen hem: van, Ja, maar die krant die je mij in de handen duwt. Die doet alsof het Osama bin Laden was. Ja, zei hij, maar ik doe het alleen maar voor de poen. Ik, ik ben hier niet uh, hè, aan het evangeliseren. Het is dus voor mij een baantje en dan krijg ik wat euro's en. Uh, ga ik naar de disco en uh, zoiets. Neem ik die jongen niet kwalijk hoor. Die moet toch wat, hè? Maar dan vroeg ik aan hem, van nou, als het dan Osama Bin Laden niet geweest is, volgens jou, en volgens mij dus ook niet, zei ik tegen hem. Zijn we het daarover eens? Maar wie was het dan wel volgens jou? Wie heeft het dan gedaan? Nou, zei dat weet ik niet. En dat is dan weer jammer, vind je niet? Want ik weet het wel. En jij werd het ook. Als je de, het antwoord van 11 september wil weten van wie de daders waren, dan moet je de vraag beantwoorden: uh, welke organisatie is de machtigste en oudste en meest vermogende organisatie ter wereld? Dus welke organisatie is de oudste, de meest vermogende? En de machtigste. Er is er maar één hoor. Ik stelde die vraag een keer aan een vrijmetselaar. Die ken ik uit de kroeg. En die doet er niet moeilijk over dat hij vrijmetselaar is. En andere vrijmetselaars die doen daar weer wel moeilijk over dat hij er niet moeilijk over doet. Die, oh, wij moeten het geheim houden. We weten wel wie dat is hoor. Maar goed, die man die doet er niet zo moeilijk over. Ja, die, ik stelde hem die vraag en hij ging gelijk lachen. Hij zei ja, dat weet ik. Dat is de katholieke kerk. En zo zit het ook. En dan kan je zeggen: Ja, maar daar heb je daar bewijzen van dat de katholieke kerk betrokken is bij de aanslagen van 11 september? Dan zeg ik: Nee. Maar het kan niet anders. Het, die, je hebt het hier over een hele grote, machtige organisatie. En. Ja, de katholieke kerk is heer en meester in Amerika. En dan wordt uh, het land waar zij dan heer en meester zijn, dat wordt aangevallen. Nou, dan, uh, dan ontsteek je toch in grote woede. En dan ga je achter die daders aan. Maar de katholieke kerk die zegt, ja het was Osama Bin Laden. Ja, het was Osama Bin Laden hoor. Terwijl als je daar drie seconden naar kijkt, dan weet je dat het niet zo kan zijn. Door gebouwen van 440 meter hoog, opgetrokken van industrieel kwaliteit staal. Die kunnen niet veranderen binnen 16 seconden in stof. Doordat er een uur daarvoor een aluminium vliegtuig met een beetje kerosine aan boord, namelijk genoeg voor één vlucht. Die waren erin gevlogen en dan veranderen stalen gebouwen in stof. Ja, 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 ja. Ja, natuurlijk joh. Nee, natuurlijk niet. Dat weten de mensen binnen de Katholieke kerk hoor. Dat wil zeggen, degene die uh, ja. Degenen die ook weten uh, hoe de oorlog in Vietnam uh, in elkaar zat. De oorlog in Vietnam die heette toen. Die is in 1955. Van 1955 is die begonnen. Want wij kennen dan die oorlog met name. Uh, toen, Is het ook alweer? Johnson of zo. Hè? En later Nixon. Maar het was in 1955 al dat ze daar begonnen. En die Amerikanen, die, die beviel dat voor geen meter. Want hoezo begin je als Amerika iets militairs in een land waar je niks, helemaal niks te zoeken hebt? In de Amerikaanse grondwet staat dat een oorlog, dus militaire toestanden, dat doe je als je wordt aangevallen... Je gaat niet uh, een buurland of een land, nou, Vietnam is niet eens een buurland. Maar je gaat niet extern een beetje bommen lopen gooien. Dat mag helemaal niet volgens de grondwet. Maar die oorlog in Vietnam heette uh, Spellys War. Een Spelly, dat was de, de nickname, de geuzennaam of zo. Van kardinaal Spelman. Kardinaal. Zo'n rooms-katholieke medewerker. In die dagen, dus halverwege de jaren 50 van de vorige eeuw, de gemiddelde Amerikaan. die, ah, die toestand in Vietnam, dat, dat is van de kerk. Dat is een kardinaal Spelman. Die wil het zo graag. En zo wordt van die aanslagen van 11 september gezegd dat kardinaal Egan erachter zat. E-G-A-N. Egan. Dat hij dat, ja, begeleid heeft. Osama Bin Laden heeft het gedaan. Nee, die gebouwen van 11 september, die waren van onder tot boven volgepropt met explosieven, zeg maar. En waarschijnlijk was het zo dat de, de bedoeling was dat die vliegtuigen er zo rond kwart voor negen, negen uur in zouden knallen. En dat na de inslag van het vliegtuig, dat die gebouwen gelijk omlaag zouden gaan. Dat was waarschijnlijk, stond dat dus uh, op het scenario. Ja, waarom niet? Hè? Waarom zou je die dingen eerst als een stelletje Havaanse, Cubaanse sigaren laten roken? En allemaal brandweerlieden naar binnen. En... Waarom? Waarom niet de vliegtuig erin en gelijk... Want dan loopt het hele scenario ook veel beter. Dan had uh, George Bush om een kwart voor negen het bericht gekregen. toen hij op bezoek zou gaan bij dat schooltje in Florida. Had hij gelijk al doorgekregen dat er een flatgebouw was ingestort. te weten, WTC 1 of 2. Die, die Noordtoren was ingestort. En dan had hij dus kunnen zeggen: wow, wow, wow. Ja, maar dat is wel een ramp hier. Ja. Nou, maar dan moet ik terug. En dan terwijl hij terugvliegt, stort de Tweede Toren in elkaar. En dan had George Bush kunnen zeggen terwijl hij dus in het vliegtuig zat. Van ja, nou toen wist ik dat, we, dat het niet een ongeluk was. Want uh, ja, twee torens dat is, uh, joh, dat is geen toeval. En dan had je ook gelijk de goede verklaring gehad voor het feit waarom er geen militaire bescherming was voor het vliegtuig waarin George Bush teruggevlogen is naar het noorden. Van Amerika, van Noord-Amerika. Want ja, er was een ramp. Dus hij is onmiddellijk uh, dat schooltje in Florida moeten verlaten. En, uh, oh, vliegtuig. En dan één keer in de lucht te horen krijgen: oh, America's under attack. Maar dat liep dus heel anders. Die bommen gingen niet af. Dan zijn ze een uur aan het, het klootviole geweest om die bommen alsnog te laten ploffen. En toen zaten die gebouwen al vol met brandweerlieden en andere first responders. Nee, dat was niet helemaal zoals het gepland was. En, en wij, het volk, ben ik. Ja, ja. Ach, zo is het. Ik ken ook iemand, en die vertelde ik het. En die keek me aan, en die zei: Oh, dat wist ik al. Ik zei: Oh, heb jij ook op die websites gekeken? Dan zei hij: Nee, ik wist het al op de dag zelf. Die man in kwestie die werkt veel in het theater. En hij zei dat op de dag zelf dat hij die tv-beelden zag. En dat hij toen zei van oh, uh, dit is theater. Dit is niet echt, dit is uh, te gelikt. Dit is theater. Ja, zei hij zo zijn mensen. En hij is daar toen niet van ja, in paniek geraakt of wat ja. Hij als zoiets van: nee, zo zijn mensen. Dat doen ze. kan ik ook niks aan doen. En dat denk ik nu ook. Ja, zo zijn mensen. Arthur Schopenhauer, die heeft gezegd... het was ergens in de 19e eeuw dat hij leefde. In 1803 of zo is hij geboren. En hij heeft gezegd, het allerergste komt nog. En ik denk dat het allerergste nog moet komen... Net als hij. Terwijl hij al, eh, als hij zou hebben geweten van wat er zou komen. Ah, dat hij zich een hoedje was geschrokken. Met dingen als de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. En ik weet niet of hij dat zo erg had voorzien. Ah, en neem zoiets als. Die scheiding die mij ten dele is gevallen, dat je je woning wordt uitgezet en dat je nog mag betalen en dat de moeder van je kind, die doet echt helemaal niks en, en verwaarloost het kind en niemand zegt er wat van, nog de overheid, nog de eigen familie, nog de schoonfamilie, nog de omgeving, want nee, helemaal niemand. En als jij als vader van je bloed eigen kind dan je beklacht doet binnen de familie of waar dan ook maar, dan kijken mensen je aan en met een blik van zeg Wil je wel een beetje positief spreken over je ex? He. Zeker allemaal uh, afgunst en jaloezie en uh, ja, dan ga je maar een beetje uh, dat soort lelijke dingen over haar zeggen. Nou, uh, respectloos. Ja, dan leer je wel je familie even kennen. De zussen van mijn vader, die hebben een begrip. Die snappen wat de moeder van mijn kind uitgevroten heeft. En dat dat niet goed te praten valt. En die kunnen ook dingen tegen mij zeggen als: uh, Goh Perry, wat vervelend voor je. Dit moet echt heel moeilijk zijn voor jou. Of moeilijk geweest zijn voor jou. Maar er zitten nog dingen. Oh, 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 oh. En daar word je niet blij van. Uh, mijn kind dit, die had een kamer in Nijmegen. En nu heeft ze een nieuwe stage. En die is een luntere. En ze hoeft niet meer zo vaak naar school. En ja, die, ja, als je dan vanuit Arnhem reist, dan scheelt je dat uh, twee keer een kwartier reizen per dag. Een half uur per dag, niet meer. En voor dat half uur reistijd winst. heeft ze besloten om terug te gaan verhuizen naar Arnhem. En waar, ze dan, waar gaat ze dan wonen? Nou, om de hoek bij de moeder. Om de hoek bij de vrouw. die nooit geen zin had om een afspraak te maken bij de oogarts. Bij de vrouw die niet bereid was om winterschoenen te kopen. Ja, daar trek je naartoe, hè. Mama heeft me altijd behandeld als stront. dus die houdt heel veel van mij. Dat is ziek hoor. En mijn tantes, die, ja, die begrijpen het. Die begrijpen dat het niet gezond is, dat die dat. Dat kind van mij, die is nu 19, bijna 20, dat hij dan terugverhuist vanuit Nijmegen naar een kamer om de hoek bij de moeder. Dat het ziekelijk is. Die schrokken daarvan. Ach oh, nee, dat meen je niet. Want allebei waren ze blij dat dat kind in Nijmegen zat. Ja, het is maar wat. En zo komt die wereldrevolutie, die komt niet. De gemiddelde burger in Nederland, voor zover die op de hoogte is van de alternatieve berichtgeving over de aanslagen van 11 september, die heeft zoiets van, nou ja, zelfs al heeft de overzeige eigen overheid het dan gedaan, ze doen het alleen maar omdat ze het beste met ons voor hebben. En ze houden heel veel van ons. En de moeder van mijn kind die wordt net zo beoordeeld door mijn dochter. Van, ja, het is wel het was zo dat papa gelijk heeft. En mama heeft dit niet gedaan, mama heeft dat niet gedaan. Maar dat was alleen maar omdat ze zoveel van me hield. Dus ik ga lekker terug naar mama. Ik laat mama niet in de steek. Ja, en dan gebeurt er helemaal niks. Het is toch wel een hele leuke manier dat ik het nou heb over die wereldrevolutie. Want je hoeft niet bang te zijn voor een wereldrevolutie. Want die gaat er helemaal niet komen. Ik zou niet weten door wie. En ik zou niet weten wanneer. Want wij vinden het allemaal best. Nou, en dat gaat inhouden dat. Die globalisering, dat is een van hun technieken. en dat, uh, Noem het maar vrijheid, gelijkheid en broederschap. En vrijheid is dan uh, dat iedereen mag hier komen wonen die hier maar wil wonen. Echt iedereen. Uit Libië, uit Afghanistan, uit Irak, uit Iran, uit Syrië. Uit iedereen. Iedereen mag er binnen. Enorme vrijheid voor iedereen. En ja, een enorme gelijkheid. Dus al die mensen krijgen ook, net als wij, een uitkering wanneer ze niet kunnen werken. Nou, de meesten kunnen niet werken, ze spreken niet eens de taal. Ze krijgen gezondheidsbehandelingstoestanden, ze krijgen woonruimte, net als wij. Maar gelijkheid. En dan broederschap in die zin. Ze mogen ook stemmen. En ze mogen ook een politieke partij oprichten. En... Het zijn onze broeders. Maar het zijn onze broeders helemaal niet. Het zijn wildvreemden. Hier in Arnhem is 30%. Uh, komt uit het buitenland. En dat neemt niet af. Het stijgt misschien niet meer zo hard als dat het gestegen is. Maar het neemt zeer zeker niet af. Het neemt alleen maar toe. En de economie. Als je kijkt naar het winkelaanbod hier in Arnhem, dat daalt. De ene na de andere verdwijnt. En nu is ook de markt aan de beurt. Dus eerst had je dat de winkels minder werden sluiten, opheffingsuitverkopen, dan krijg je korting. Zo. En dan komt er komt daar niks voor terug. Nou, dan nu is het zo dat uh, de... Ja, op de markt is niet meer zoveel te koop. Dus, uh, ja. Er is nog markt. Daar mag je nog blij mee zijn. Maar hoe lang duurt dat? Door er waren hier in Arnhem... ...drie of vier vishandelaren, viswinkels. Er dus is er nog één van over. En er is er nog eentje aan de rand van het centrum. Die is nieuw, hoorde ik. Ik ben benieuwd of die het volhoudt. En diegene hier in het centrum... ...waar het vroeger altijd sterven, sterven, sterven druk was... Daar is het helemaal niet meer druk. Als je daar naar binnen loopt, word je gelijk geholpen. En het aantal mensen achter de toonbank, uh, dat is uh, nog maar 60% van wat ze hadden. Dus minder mensen achter de toonbank en je bent wel gelijk aan de beurt. Ja, goh, hoe zou dat kunnen? Ja, omdat er helemaal geen klanten meer zijn. En dan zit er ook zo'n vrouw hier bij het station met zo'n bord. Van ik wil dat de regering de consumptie terugdringt. Om de klimaat te redden. Nou, die vrouw die wordt op haar wenken bediend. Dat weet ze niet eens. Arnhem was vroeger een aantrekkelijke stad voor het achterland om naartoe te komen. En dan had je wilde feesten. op dat begon donderdagnacht al. Donderdag en vrijdag en zaterdag, er was uh, jonge bingo. De korenmarkt was afgeladen en een her en der zag je dan een politieagent te paard boven de meuters uitstijgen. Als je nu uh, op vrijdagavond naar de korenmarkt gaat, dan uh, zie je politie te paard en een paar mensen die er tussendoor wandelen. Er is helemaal geen wilde toestanden meer. En de winkels, ja, dat zijn kledingzaken. En dat zijn dezelfde kledingzaken als die je hebt in Deventer en in Zutphen en in Almelo en Enschede. Er en... zijn er nog maar een paar merken van winkels. Er is niks bijzonders meer aan Arnhem. En die trend gaat doorzetten. Dat kan ik je garanderen. Wij wilden een armoediger en armoediger. Een groentewinkel is er niet meer, hè? En die was er wel. Er was een hele mooie grote groentewinkel. In de jaren tachtig. Is dus weg. Of een hele grote kantoorboekhandel. Dat is weg. Nu kan ik wel even doorgaan. Ik wilde laatste een... Uh, dat heet een allesopener kopen. Een handig ding en dan kan je shempotten en een sambalpotten en andere potten kan je ermee opendraaien. Een soort tangachtige structuur. Kan je hier in Arnhem niet meer kopen? Nee meneer, dat verkochten we vroeger wel. Maar het assortiment is uh, teruggebracht. Ja, Dus nu moet je dat via internet bestellen. En het is niet eens goedkoop. Ik heb al even gekeken, maar zo'n ding kost dan wel 10, 11 euro. Ja. Dat is in Guldens uitgedrukt uh, 24 gulden. Jezus. Dus daar gaan wij langzaam naartoe. Fijn hè? Dus er gaat een wereldrevolutie op een leuke manier, want de wereldrevolutie komt niet. Dus daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. En we gaan zo heel langzaam afzakken. Naar een maatschappij waarin er ja, geen verschillen meer zijn en iedereen is hetzelfde. En, ja. Wat grijze muizen, grijze mussen, zeg het maar. En hoe dat verder gaat. Dat is... Geen flauw idee. Echt niet. Dat is toch mooi, hè? Dat is echt een leuke beschouwing. Dat ik niet weet hoe dat gaat. Een opstand komt er niet. Een hang naar waarheid komt er niet. Een ruim baan voor mensen die uh, problemen hebben met hun seksleven. Die zijn dan tegenwoordig zielig. Die moeten gesteund worden. Want ze hebben een problematisch seksleven. Ik zag laatst iemand door de binnenstad lopen. En nou, daar was er echt een vent hoor. Die liep op hele hoge hakken. Met een of andere baljurk aan. En het was een dinsdagochtend, half elf. Helemaal opgemaakt. Hé, hey, jongen. Waar ben je mee bezig? Ja toch? He? Ja. Als dat mijn zoon was geweest. Da had ik hem er toch op aangesproken hoor. Hij loopt dan gewoon over straat en ja, mensen hebben zoiets van ja, dat moet kunnen. Die jongen is ziek. Die moet helemaal niet in die jurk lopen met hoge haken. Dat, dat slaat nergens op. Dat hoort niet. En wij doen alsof dat normaal is. Hè? En dat is het niet. Wij doen alsof scheiden heel normaal is. En dat is het niet. Wij moeten uh, ja, onze oude normen en waarden terugzien te vinden. Maar wie gaat dat regelen? Ja toch? Helemaal niemand. Het zal moeten komen vanuit onszelf. En dan komt het wel weer goed hoor. Maar wij moeten zelf terug gaan vinden wie wij waren. En wij moeten zelf gaan ontdekken dat dat wat in het boek Openbaring staat van de Bijbel, dat dat zo gek nog niet is. Snap je? Dat daar gewaarschuwd wordt voor iets heel ernstigs. En dat daar waarvoor gewaarschuwd wordt in het boek Openbaring, dat dat nu gaande is. Snap je? En als wij dat realiseren. Dat wij nu iets verzaakt hebben en wij vinden het opnieuw en verzaken dan niet, dan komt alles goed. Dat, dat beloof ik je. En want dat wat in het boek Openbaring staat, dat is opgeschreven door onze broeders. Die dat toen al zagen aankomen. Ja. Snap je? Dit was al bekend, joh. Heel lang geleden al. Oh, maar, hoe kan dat nou? Het ja. komt omdat wij mensen veel meer weten van onszelf. Dan dat wij willen geloven. Ik zal er maar een mooie uitzending over houden. Over de waarde van de Bijbel. Ja? Maar voor nu zeg ik over de wereldrevolutie. op een leuke manier. op zijn hamburgs, tegen jullie. Tjus. en dag lieverds.